Welkom bij deel 2 van deze tutorial waarin wij een kijkje gaan nemen naar het binnenwerk van het lampje wat we al eerder twee onderdelen van gemaakt hebben. Wanneer ik het glas hier eventjes uitdruk kun je dus inderdaad zien dat wij hier een, een derde onderdeel hebben die we zo meteen in elkaar gaan zetten. En die is gemaakt van glas en hierbovenin van metaal. En als we de fitting ook even uitzetten. Hieronderin ga ik me niet heel erg bezig houden met details, want dit is op zich verder prima. Het detail ligt hem vooral hierbovenin in deze... Uh, spiraalachtige vorm, zoals we hier kunnen zien. Dus deze gaan we dan ook construeren. En uh, ja, dus daar gaan we mee beginnen. Ik ga hem hier even weggooien, want dat is denk ik het makkelijkst. Dan kunnen we meteen create part and place doen. En waar we op moeten gaan letten is dat we de fitting aanzetten, want vanuit hier gaan we zo meteen construeren. Dus we doen hier create part and place en we gaan hier binnen in deze assembly een, een onderdeel aanmaken. En dit zijn een beetje de instellingen die je kan pakken. Het maakt op zich niet zo heel veel uit. Dus um, dan gaan we het even uh, hier een part selecteren. Het materiaal is nog niet echt nodig. Dat doen we achteraf. En de rest van de instellingen staan verder goed. Ik ga hem hier gewoon overheen opslaan. En uh, ja, we gaan aan de gang. We beginnen hier met een. Uh, Een revolve. Die komt hier op het voorvlak te staan. En zodra we nu Ctrl-Q doen, kunnen we inderdaad dus de fitting aan- of uitzetten. Bij mij stond hij in dit geval uit. Ik zet hem nu even aan. Dus met Ctrl-Q zet je andere onderdelen aan- en uit. Mits je ze ook hier aan hebt gevinkt of niet. Nou, en dan gaan we eigenlijk vanaf een paar lijnen uh, construeren. Dan willen we hier eigenlijk de peers even aanzetten. Want dan kunnen we punten en lijnen selecteren van eventueel. Uh, onderliggende onderdelen. En dan gaan we hier naar de Project to Sketch. Dat heet in ST8 Project to Sketch. Daaronder, dus tot ST7 heet dat um, Include. En zoals je ziet ben ik ook overgegaan op ST8 nu. Dus er kunnen hier en daar wat dingen bijgekomen zijn, wat dingetjes. Uh, ja, inderdaad, veranderd kunnen zijn. Maar dat, dat komt helemaal goed, dus daar hoef je niet echt over in te zitten. Even kijken, is het dan deze? Juist, de Silhouette Edge kunnen we hier pakken. En dan kunnen we een beetje deze lijnen overnemen. We gaan we terug naar de single wireframe. En dan pakken we deze lijn er ook even bij. En dat is verder. helemaal goed, dan gaan we hier een lijn maken. Die van het middenpunt van die cirkel. Die zitten we nou even peers uit. Want we krijgen anders heel veel um, problemen met die spiraal die er al in zit. Die we er al in hebben gemaakt, die cut-out. Want dat zijn allemaal punten natuurlijk. Um, waar je eventueel een lijn op kan zetten. En dat willen we juist in dit geval eventjes niet. Dus we gaan nu... Een lijn hier naartoe zetten, een lijn omhoog. Dan maken we van A, als we nu op A drukken krijgen we dus inderdaad de angle. En die willen we eigenlijk wel weer hierbovenop hebben liggen. Dus zo zie je inderdaad dat je even een beetje moet spelen um, met je peers. Of juist niet. En dan gaan we hier het laatste stukje leggen op het bovenste punt neer. Zo, en dan zie je in ieder geval dat er al twee lijnen vast liggen, dus dat is mooi. Dan gaan we hier met de trim even dit laatste stukje weghalen. En dan gaan we nu een paar relaties aanleggen. Waarbij we zeggen dat het middenpunt van die linkerlijn op het origin ligt. Dat is tevens ook onze uh, draaias. Die hebben we natuurlijk nodig bij een, uh, bij een revolve. En hier gaan we nog wat andere dingen aangeven zodat deze twee gelijk aan elkaar zijn. En we geven de boog een radius mee van 2. Nou, dan hebben we de eerste schets hebben we af. Dan gaan we hier uit de schets 360 graden ronddraaien met deze knop hier bovenin. En dan hebben we eigenlijk ons eerste onderdeel af. En vanaf hier hebben we ook niet meer echt de fitting nodig. Dus we kunnen nu weer ctrl-q doen en dan kunnen we ons volledig focussen op het onderdeel wat we nu voor ons neus hebben staan. We gaan nu nog een revolve maken op het voorvlak. En nu moet je even opletten, want we willen hier achterin willen we eigenlijk een van deze lijnen willen we pakken om uh, vervolgens op te gaan tekenen. Maar Als je deze gaat pakken, en dan zie je dus inderdaad dat je deze lijn te pakken neemt. En dan zit je eigenlijk boven het onderdeel te zweven en dat wil je dus niet hebben. We willen eigenlijk even zorgen dat we dit onderdeel pakken, dit punt, en dat we vanuit hier eigenlijk gaan construeren. Dus gaan we hier weer op. Uh, ctrl H is recht op het op schetsvlak kijken. En deze gaan we ongeveer uh, 40 omhoog zetten. Ongeveer zoiets. Wel even recht zetten. Zo. En die geven we alvast een lengte mee van uh, 37. Of nee, laten we dit een stukje sneller doen. Kunnen we kunnen wel nu wel inderdaad elke lijn gaan zetten, maar. Wat nou, als het sneller kan. We pakken hier de rectangle bij two points. Die zetten we weer op hetzelfde punt neer, op dezelfde lijn. En we gaan hier gewoon naar boven toe. En vervolgens doen we hetzelfde door een stukje naar beneden te gaan. En vervolgens hier een vierkant neer te zetten. Dan kunnen we hier met de trim kunnen we een lijn trekken. En alles wat eronder komt, trimt die weg. En dan houden we deze vorm over. En dit is ook de vorm die we willen. Even kijken. Dan gaan we deze 20 maken. Deze maken we 15. En de bovenste maken we 2. Nou, zie je 37 hoog. Um, de draaias moeten we ook even niet vergeten. Dat wordt dus inderdaad de lange lijn. De bovenste lijn wordt 4,5. We willen natuurlijk dat deze twee verticaal van elkaar blijven staan. En dan geven we deze lijn ook nog even aan. Die geven we 3. En dan is die hier gedefinieerd. Kunnen we uit de schets. Dan gaan we hem wederom een rondje draaien. Van 360 graden en dan hebben we onze tweede feature ook staan. Nou, nu willen we eigenlijk hier aan de zijkant of aan de voorkant en aan de achterkant een stukje weghalen, maar alleen maar op die koker, dus niet op de bovenste, niet hier onderin dat we dingen weg gaan halen. Um, dus we gaan de out maken op het bovenste vlakje hier. En wat we eigenlijk nu gaan doen is een, een rechthoek tekenen vanuit het middenpunt die er ongeveer zo uitziet, want dan gaan we inderdaad dit stukje hier weghalen en het stukje hieronder willen we ook weg hebben. Dan maken we 12 bij, uh, oh, dat is dus 12, bij 5. Niks aan de hand, kunnen we gewoon op klikken, kunnen we aanpassen. En dan uh, is dat het vierkant, nou laten we hem 6 maken, dat is misschien nog wat uh, efficiënter, juist. Maar wat we nu dus gaan krijgen, is als we hier uit gaan en we gaan deze dat aan het ondervlak neerzetten, dan um, moeten we even opletten dat we hier bij de sidestep even zorgen dat we naar buiten gaan. Dus dat we. Kijk, nu gaan we het buitenste materiaal weghalen. Dus dat is wat we willen. Maar. Dan gaat hij dit dus ook allemaal weghalen. En dat is dus wat we niet willen. Dus we moeten daar een soort van grens aan geven. Dus gaan we hier weer naar stap 2. Terug de schets in. Hoef je niet helemaal opnieuw te beginnen. Je kan gewoon terug in de schets gaan. En dan pak je hier weer uh, de Project to Sketch. Of je maakt even een nieuwe cirkel aan. Maar ik vind in dit geval vind ik deze even iets makkelijker. En nou staat hier dus inderdaad een extra lijn. Die aangeeft wat, waar de grens ligt van onze schets. En nu kunnen we, als het goed is, dit onderste punt hier aangeven. En dan snijdt hij alleen hetgene weg wat we weg willen hebben. Nou, nu we dit gedaan hebben, gaan we wat uh, rounds alvast aangeven. Want dit eerste onderdeel is nu eigenlijk af. En um, ik, op zich, deze tutorial serie, ga ik me niet helemaal bezighouden met hoe het specifiek gemaakt wordt. Want zoals je ziet, zit hier straks ook. Vier metalen stokjes op die, die spiraal waar het licht doorheen gaat, uh, waar de stroom doorheen gaat, zakjes. Uh, ja, dat kan natuurlijk eigenlijk niet echt heel makkelijk in één keer gemaakt worden, want dat is een glas. Dit, dit wordt glasmateriaal en uh, die metalen buisjes zijn dus inderdaad van metaal. Dus dat kan je niet in één keer gieten of in één keer um, produceren. Maar in dit geval gaan we daar even niet heel moeilijk over doen, dan gaan we het gewoon in één onderdeel stoppen. En, uh, want mijn focus ligt niet inderdaad bij het produceren. Maar inderdaad van het feit dat we straks de licht doorheen gaan laten lopen. En Dan een beetje met keyshot. Misschien met schaduwen wat mooie dingen kunnen maken. Goed. We hebben we dit gedaan? Gaan we de rounds even toevoegen van uh, we zetten die op 0.7. Niet te groot, ook weer niet te klein. En eigenlijk wat we gaan doen is bijna al deze lijnen van dit bovenste onderdeel even een. Uh, nou, dit kan ook weer sneller. We gaan hier naar feature. pak je hier de feature vast. En we zijn er eigenlijk al. Het enige wat we nu nog missen is: als we even weer edge corner hier zo pakken. Dus de enkele lijntjes kunnen we hier nog wat enkele lijnen aangeven. En dan pak we hier de ook nog even mee voor het mooi. En deze misschien ook nog. Ja, laten we dat ook maar doen. En dan vinken we deze af. En dan hebben we de ruimte ook gedaan. En dan ziet het er al net even iets mooier uit, iets strakker. En dan kunnen we er misschien net even iets mooier. Uh, ja, een iets mooier model van maken. Het volgende wat we nu eigenlijk wat we nu nog gaan doen zijn heel veel sweeps maken. En die sweeps die wil ik eigenlijk een beetje op een andere manier maken dan dat we gewend zijn. Want normaal tekenen we de schets en dan gaan we vervolgens de sweep pakken en de schetsen selecteren um, die we gaan gebruiken. Ik wil nu gewoon eigenlijk de schetsen in de features gaan uh, neerzetten. Dus we pakken de sweep. Ja, en dan gaan we naar het voorvlak. Dan pakken we hier in plaats van select from sketch pakken we de Coincident plane op het voorvlak. En dan gaan we gewoon naar dit plekje toe. En dan zetten we hier op het midden zetten we een lijntje omhoog. En die gaat dan vervolgens helemaal, nou ja, ongeveer daar naartoe. Zoiets. En die gaan we uiteraard nog even bematen. Dus daar gaan we nu even naartoe. Hier zetten we een, een hoekje op van 160. Een Lengte krijgt hij mee van. Uh, oh, we ik natuurlijk eerst een smart elementje pakken. En dan laten we deze een lengte meegeven van 2 of 2,5. Even kijken hoe het zo meteen uitkomt. En we zetten deze weg met 35. Zo. En deze hoek is misschien een beetje te scherp. Zo dus gaan we hem uh, naar 165 zetten. Is dus misschien het even iets mooier zetten we deze op. Uh, En ja, nogmaals, omdat het dus inderdaad niet echt een te produceren dingetje wordt, maakt het ook niet echt uit wat we met de maten doen, als het er maar eh, globaal een beetje goed uitziet. Want dan kunnen we gewoon verder. Dan gaan we nu hier op het uh, eindvlak, gaan we hier met de plane normal curve, kunnen we deze lijn selecteren. Dan gaan we helemaal naar het begin toe, zoals je hier position en distance op 0 staan. En als je inderdaad naar beneden gaat, zie je dat dat dus steeds meer wordt. Willen we willen in dit geval op het uiterste puntje hebben, dus allebei moeten 0 zijn. En hier zetten we dan een cirkeltje neer. Een hele kleine wordt dit. Dit wordt echt een cirkel van 0,02. Het wordt echt een heel klein dingetje. Misschien een beetje te klein. 0,2 dan. Nou, laten we maar even op 0,2 staan. Kijken wat er gebeurt. Gaan we hier uit. Druk op finish en dan zie je dus inderdaad dat we deze hebben staan. Dat ziet er verder netjes uit. Lichten we hem nog een 0,1 kunnen zetten. Kijk hoe dat eruit ziet. Ja, laten we dat doen. Dat is net even iets strakker. En het voordeel hieraan is, wat even ook het nadeel natuurlijk, de schetsen zitten hier nu in. Dus die komen ook niet in je feature tree te staan. Maar erbij komen om ze aan te passen is net even iets ingewikkelder dan dat je misschien gewend bent. Nou, wat we nu gaan doen is nog een sweep maken. beetje dezelfde manier op het voorvlak. Alleen die zetten we nu hier bovenop dit copy. Dus we gaan vanaf hier een lijn trekken en die zetten we ongeveer op dezelfde hoogte als de eerder gezette lijn. En nu gaan we deze bematten. De afstand tot aan de zijkant, dus een beetje op deze manier, is 2. De totale lengte van deze lijn is 20. En eigenlijk willen we nu ook nog een hoek aangeven ten opzichte van deze lijn en de lijn waar die op staat. En die zetten we weg met 100. Nou, dan hebben we onze twee lijnen waar we nu staan. Dat is mooi. Dan gaan we hier weer uit. En dan kunnen we de eerste stap van de sweep kunnen we hier op finish klikken. En dan gaan we nu naar de tweede stap, en dat is dus inderdaad uh, weer dezelfde cirkel. Dus dan gaan we hier naar plane Normal to Curve. Klikken we de lijn weer aan. Dan gaan we weer op het uiterste punt staan. En nu moeten we een beetje zoeken waar die ongeveer zit. Een beetje bijdraaien kan geen kwaad. Dan zetten we hier ook weer een cirkel neer met 0,1 mm. Misschien wat klein, maar nogmaals, het gaat om het idee. Nou, dan hebben we deze gemaakt. Nu gaan we hier bovenop een paar oogjes zetten. Waar dus inderdaad straks die lichtspiraal doorheen gaat lopen. Even kijken. Nou ja, er zijn een aantal manieren om dit te doen. We hebben wel eens hier op, de, op het kanaal gebruik gemaakt van een heel klein hulplijntje. Waardoor je dan inderdaad makkelijker op de zijkant van zo'n ronde vorm um, een schets kan zetten. Maar wat ik nu ga doen is een sweep maken nogmaals. En zodat we bij de schetsstap komen, zet ik hem hier op Plane by Three Points. En dan gaan we eigenlijk hier helemaal naar beneden toe. En dan pakken we hier dit middenpunt. En dan gaan we vervolgens weer helemaal naar boven toe. En dan pakken we vervolgens weer het middenpunt. En dan zie je dus inderdaad dat hij nu nog één punt nodig heeft. En die gaan we hier even aangeven met een silhouetpunt. En het lastige nu is dat je dus eigenlijk niet echt een idee hebt hoe dat vlak ongeveer gaat komen te staan. Dus um, hoe ik het in deze tutorial ga doen is gewoon een punt aangeven. Kijken we hoe die draait. Dan druk ik op ctrl en j. En dan draait hij een beetje weg. En dan gaan we er eigenlijk gewoon een beetje naartoe inzoomen. En dan gaan we kijken hoe we hier... Uh, een schets uit kunnen maken. Dus misschien een beetje bijdraaien nu. Ja. Een beetje op zo'n manier. En nu kunnen we vanaf hier eigenlijk best wel makkelijk een, een schets in elkaar zetten. Dus we pakken hier een, een boog. Die zetten we hier vanaf het middenpunt weg. Een beetje op deze manier. Nou, vervolgens pakken we dezelfde boog nog een keer. Klikken we dit punt aan. Gaan we er links uit. En zetten we hem uh, een beetje op deze manier weg. En dan maakt hij er zelf uh, iets heel moois van, moet ik zeggen. Even control zetten, even naar de vorige. En dan gaan we weer dezelfde boog neerzetten. Hm. Nog een keer dan. Zo. Kijk. Nou, het is een beetje spelen, maar uiteindelijk uh, komt het helemaal goed. Gaan we nu even twee horizontale en verticale relaties aanleggen, namelijk het middenpunt van die kleine bogen onderin met uh, het beginpunt, en hetzelfde beginpunt gaan we ook verticaal leggen aan het middenpunt van die grote cirkel. Ja, nu, kan je aan, nu kan je de maten aanleggen zonder dat de cirkel uit je voegen schiet. Deze krijgt een waarde uh, mee van 0,25. En de boog zelf, dat is ook wel interessant. Het moment wij op een boog klikken, kunnen we een keer op A drukken. En dan krijgen we de angle zoals je ziet. Dus inderdaad een gradenboog. En als we dat dan nog een keer doen, dan krijgen we de totale lengte van de lijn. En die is ook best wel interessant. Die kunnen we nu gewoon op 6 zetten. En dan krijgen we dus inderdaad netjes dit. Nou, dan is de laatste die we nog aan gaan geven is een uh, radius van 1. En dan vouwt hij hem er netjes omheen. En dit is ongeveer de boog die we willen hebben. Gaan we weer uit. En het grote voordeel is nu, omdat we hier al een face hebben zitten, hoeven we niet nogmaals zo'n um, cirkel te tekenen om er vervolgens overheen te zetten. Hier kunnen we gewoon part-edges pakken. En dan kunnen we hier cirkel pakken. En dan finish. En dan zijn we klaar. En dat is inderdaad één van de twee. Dit is de wat uh, grotere. En hier komt een kleiner op te zetten. Dus gaan we weer precies hetzelfde doen. Deze tutorial is vooral heel veel sweeps. Dus het is een, uh, op zich een hele goede oefening. Even kijken, gaan we hier weer de Play M points doen. Gaan we hier eventjes ongeveer op die cilinder klikken op het middenpunt. Hier naar boven. Oh, dat is lastig oriënteren zo. Het zijn natuurlijk hele kleine buisjes. Dus het is heel moeilijk om daar goed uh, op te kunnen kijken. Dan pakken we hier weer het silhouetpunt en dan zetten we hem weer op een van de zijkanten. Dus niet op de voorkant, want dan kom je niet goed uit. Maar hij moet op een van de zijkanten. Nou, dan doen we weer ctrl-j. Dan zoomen we weer een beetje ernaartoe. Dan draaien we hem een klein beetje bij en dan kunnen we aan de gang. Dan dus pakken we hier de boog. Zetten we hem hier op het middenpunt neer. Dan pakken we wederom dezelfde boog. En dan gaan we hier aan de linkerkant eruit. En dan zetten we hem ongeveer zo weg. Wederom dezelfde relaties aangeven. middenpunt naar het middenpunt van de cirkel. En dan geven we deze nu een uh, radius mee van een half. En een totale lengte. Even kijken. A. Ah, ah. Komen we met een lengte uit. Van 2,9. En dan moeten we ook de boog nog even aangeven en die zetten we weg met uh, een lengte. Dat is niet zo handig. Maar gewoon met een radius van 0,2. En dan hebben we deze ook staan. Dan gaan we hier ook weer uit deze sweep. En dan gaan we hier zeggen: ja, finish. Dan pakken we hier dus weer de cirkel. En dan hebben we ook onze tweede oogje klaar staan. Nu is het uh, niks anders dan de protrusions selecteren: de mirror pakken. En het cijferlak hier zo in elkaar uh, aanklikken. Zo. En dan hebben we ons onderdeel eigenlijk bijna al af, zoals je ziet. Nu komt het meest complexe nog, en dat is eigenlijk het spiraaltje wat hier doorheen gaat lopen. Maar we straks ook eigenlijk de hele tutorial omheen gaan laten draaien door daar inderdaad, inderdaad licht op te zetten in keyshot en hopen dat we daar een beetje mooie schaduwen mee kunnen krijgen. Dus wat we nu gaan doen is een, uh, even kijken een sweep wederom. Op het voorvlak alleen nu gaan we in plaats van een rechte lijnen een curve pakken. We pakken hier de curve en die gaan we ongeveer er een beetje in hangen. Dus we beginnen hier ongeveer boven. Dan gaan we hier een keer klikken. Dan Zetten we hem hier tussenin iets omlaag om het wat realistischer te lijken. Te laten lijken. Dan Gaan we hem hiervoor weer een keer aanklikken. Dan doen we hem er doorheen. Klikken we hem nog een keer en dan doen we hem hier tussen ook weer een beetje in het midden. Iets omlaag. Dan gaan we weer hier naartoe. Dan zetten we hem hier weer. Klik aan de linkerkant. Klik aan de rechterkant. En dan gaan we hier weer omlaag. Klik. En klik. Dit is de curve ongeveer die we gaan pakken. En uh, daar gaan we ook eigenlijk niks echt aan bematen. Want een curve bematen kan eigenlijk niet. En het vastleggen ervan is ook moeilijk. Dan moet je met een knopje moet je hem echt uh, zeggen dat hij bijvoorbeeld grounded is binnen de curve dan. Um, en nu gaan we eigenlijk iets heel raars doen. Want we gaan nu wederom een nieuw schets maken. Maar deze schets gaan we ook op het voorvlak leggen. En zoals je misschien weet bij een sweep is dat niet helemaal hoe het werkt. Maar ik zal zo uitleggen waarom. En die gaan we ongeveer hier. Gaan we een cirkeltje neerleggen. En een kleinere diameter nog. 0,5. Ja, ongeveer. En een afstand van middenpunt naar. Eindpunt, shift-inhouden, 0,2 kunnen we wel pakken hier. Even kijken. Ja, deze laat ik voor nu even blauw. Officieel zou het niet mogen, maar voor nu even voor het gemak is het niet erg. En nu gaat hij een error geven. Want dit ding kan hij hier natuurlijk niet overheen laten lopen, want hij zit in hetzelfde vlak getekend. Maar dat is op zich niet erg, want wij hebben hier in de opties, hebben we hier een knopje zitten met twist. En zodra we deze pakken en op 450 zetten, staat hij toevallig nog op. En dan druk ik op oké, okay, gaat hij heel hard nadenken. Gaat hij dat ding er 450 keer over de hele curve gezien omheen draaien. En dan moet hij even rekenen. En daar is hij. Nou, ziet er op zich goed uit. Ik wil iets minder wentelingen en ik wil deze eigenlijk er nog iets dichter op hebben. 1,15. Zo, en dan gaan we hier de wentelingen even naar 400 zetten, mocht die zo klaar zijn. Naar 375 even voor het gemak. Die, dat die spiraal iets, steeds met elke wenteling iets verder uit elkaar staat dan dat die net stond. Even kijken. Is het ongeveer wat we zoeken? Ik vind hem eigenlijk te groot. Dus we gaan hem nog dichter op elkaar zetten. 0,1. En de diameter wordt 0,02 zometeen. Mocht je een snelle computer hebben, kun je dat alvast doen. 0,02. Dit ziet er inderdaad iets meer uit. Uh, zoals we het willen hebben. Ja, let wel even. Hij zweeft hier een klein beetje. Maar ook daar kan ik niet zo mee zitten. Dus dat laat ik lekker voor wat het is. Dan doen we finish. En dan zijn we hier uh, klaar. En dan krijg je dus inderdaad. Uh, zo bekijken. Best wel een mooi onderdeeltje. En deze gaan we nog even met de view. Met de part painter nog even tekenen, een beetje inkleuren met het materiaal. En dan gaan we aluminium pakken. En dan pakken we even deze feature. Die maken we van aluminium. Deze twee hakjes. Nou, aluminium kan ook inderdaad wellicht niet de goede keuze zijn aan metaal. Maar het gaat mij er nu even om dat we straks maar vast een beetje een metaalachtige kleur hebben voor een keyshot. Want hij gaat natuurlijk materialen meenemen. En dan pakken we hier in dit geval even glas dan gaan we hier dezelfde 4'tjes ook eventjes van glas maken. En dan onderste. we vier 4 keer klikken. We ook inderdaad de zijvlakken niet, deze, want dat is natuurlijk een cut-out. En dan hebben we ons onderdeeltje af. Het is lastig om te zien vanaf een afstandje, maar zoals je hier inderdaad wel, als je erop inzoomt, ziet het er best wel netjes uit. Dan gaan we deze even opslaan. Dan gaan we terug naar de... Assembly en dan zetten we alles weer aan. En dan gaan we eens even kijken wat uh, ons eindresultaat nou is van het lampje zelf. Dat ziet er dus ongeveer zo uit. En uh, ja, dus voor de volgende keer gaan we in Keyshot eens even kijken hoe dat werkt met belichting en uh, met de omgevingen en hoe je daarmee kan spelen qua schaduwen en dat soort dingetjes. Uh, wellicht dat ik nog een lampje erbij maak, um, een armatuur om deze gloeilamp in te zetten, maar we moeten even gaan kijken hoe we dat aan gaan pakken. Dus voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.